Wij zien hier een aantal caravans staan en een groot bord. Wij hebben ook rechten. Waarom is dit? Wij zijn hier aan het demonstreren voor het huidige woonwagenbeleid. Want wat is er mis met het oude beleid? Het beleid, het is eigenlijk geen beleid. Er worden geloof ik al 10, 20 jaar al geen standplaatsen meer bijgebouwd. En daar zijn we nu aan het actie aan het voeren, want wij willen gewoon standplaatsen voor onszelf. Wij zijn jongeren die willen standplaatsen. Want jullie hebben nu niks? Wij wonen nu gedwongen of in een huis of in een caravan bij onze ouders of in de schuur bij onze ouders. Zo gaat het al jaren. Want wat was jullie vorige standplaats? Ik heb zelf nog nooit een standplaats gehad, mijn ouders wel. En die zijn van de Huppeldijk naar Leidsche Rijn verhuisd. En daar is laatst ook veel commotie over geweest, omdat veel mensen denken dat het allemaal nieuwe standplaatsen zijn. Nee, dat is allemaal verplaatst. Woonwagenkamp in Utrecht was vroeger een heel groot woonwagenkamp in Huppeldijk. Dat is allemaal verplaatst, verkleind en verplaatst. En er is nooit wat bijgekomen. Want zijn jullie van een bepaalde groepering? Ja, woonwagenbewoners. Dat heet woonwagen, maar dat heeft niets met Roma te maken of... Zou je ook in een huis willen wonen? Nee. Dit is mijn leven. Hier ben ik al 22 jaar in geboren en zo. En dit wil ik ook wel voortzetten. Gewoon voor mezelf, maar ook voor mijn oma, mijn opa, voor mijn ouders. Gewoon dat onze cultuur gewoon voortgezet wordt. Dat is het belangrijkste. De jongeren, die wonen nog bij mij in. Ja. Ja, en die hebben toch een staanplekje nodig. Ja. Die kunnen niet het hele leven bij de ouders wonen. Nee. Want waarom zijn er zo weinig standplaatsen? Ja, de gemeente hebben geloof ik geen geld. Weet ik hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar zit. Ze doen maar en ze zeggen er is geen geld, maar er is heus wel geld. Zijn jullie nog in gesprek met de gemeente? De wethouder is vrijdag geweest en die hebben het even een en ander over gepraat, over dingen. Want ook die waren van onder de indruk, althans van dat de standplaatsen wel degelijk waren bijgebouwd in Leidsche Rijn. Toen heb ik gezegd, ja, waar komen die vandaan? Van de Huppeldijk, er is nooit wat bijgebouwd. Ik kan ook eigenlijk niet wat er gebeurt. Ik zeg, dit is gewoon een uitsterfbeleid van een erkende cultuur. En de gemeente is daar wel voor verantwoordelijk? Uiteindelijk wel, ja. En hoe gaan de mensen hier in de omgeving ermee om dat er hier ineens toch wel een kamp opgeslagen is? De meningen zijn een beetje verschillend. Kijk, ik heb goede uitleg gegeven. Ik heb ook het document laten zien waar duidelijk gewoon zwart op wit in staat dat het Europese Hof diverse malen uitspraken heeft gedaan dat het helemaal niet kan wat Nederland doet met woonwagenbewoners. En die mensen stellen ook ons in het gelijk. Maar je hebt ook mensen die zeggen van ja, zo'n woonwagenkamp, ja, toch wel veel criminaliteit. Nou heb ik tegen die mensen gezegd, ik zeg luister, mijn ouders en mijn familie wonen hier in Leidsche Rijn. Ik zeg, kan je naar Pliespo toe gaan? Dus de verstandhouding met de buurt en de woonwagenbewoners is gewoon goed. Het legt ook een deel aan de woonwagenbewoners zelf, niet aan het woonwagenkamp, maar aan de mensen. Zou je ook wel in een huis willen wonen? Ik kan er zelf niet in leven, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Wij zijn sinds vorig jaar cultureel erfgoed, erkende cultuur. Onze cultuur houdt in dat we in familieverband met elkaar leven. Wij zorgen ook voor elkaar en bejaardentehuis komt bij ons niet voor. Wij zorgen voor onze opa en oma's.